Adeline Cornelis. Op dat prachtige paard, Parsifal. Muisstil nou in het stadion. Mooie uitgestrekte draf. Gecontroleerd, dat nog wel. Het zal ook geen alles of niets proef worden. Ze wil gewoon met een fijn gevoel de ring uitkomen. 77,857, dat is haar score nu. Maar we zijn net begonnen. Dit is mooi hoor. Dit ziet er heel goed uit. Dit zijn goede onderdelen. Ja, het heeft al zoveel meegemaakt met dit paard. Prachtige successen, maar dus ook een teleurstelling als het uitgebeld worden op een WK 4 jaar geleden. 6 jaar geleden net de Olympische Spelen gemist. Toen aangewezen als reserve, wel meegereisd naar Hongkong. Ja, super dit. En nu komt er een belangrijk stuk, want hier kan die een uitblinken. Score 78,571. Dit is goed. Dit is goed. Als vanouds. Misschien ietsje voorwaarts, maar heel goed in het ritme. Goede activiteit. Ik ben benieuwd wat de juryleden nu voor punten daarvoor willen geven. 8,1 voor de passage. Zes. Ja, dat is goed. Nu een gemiddelde van 80,110. Ja, we hopen dat ze die 80% barrière, dat ze die in ieder geval weten slechten. Blijf voorwaarts. Wel erg veel terug nu. Ja, wel controle. En dan. Ja, ja. Super die Piaf. Zo moet hij zijn. Zeg het maar. Passage 8,0 van de 7 juryleden. Kruipt omhoog die score. Ah, dat is ook het moeilijke van de dressuursport. Als je dan eenmaal een beetje over de top heen bent. Dan worden de juryleden ook gewoon wat voorzichtiger. Ah, dit zijn wel hele mooie wissels. Supermooi. Hele mooie serie. Daar kunnen ze niet omheen. Ietsje onder de 80 nu. 79,613. 8,2 voor die serie, ja. Dat zijn natuurlijk mooie scores. Maar het is niet... Het houdt niet over, laten we het zo zeggen. Dus de jury is wat zuinig. Ja, als je toch zo'n mooie serie om de twee ziet, dan mag je ook wel een keer enthousiast worden. Heel mooi zichtgravement, vloeiend. Ongedwongen. Heel vanzelfsprekend. 7,8, ja kijk dat is toch... Dan gaat ze dus niet omhoog. In de score. 79,5 nu gemiddeld. Rijdt wel voor een derde plaats. Ja, nu achter Isabel Wert en Helen Lange-Hanenberg.
Ja, risico genomen. Ah, even met twee benen. Risico genomen in die pirouette. Zo'n beetje zo klein. Die is heel goed. Heel goed. Ja, 7.1 voor die pirouette. Die eerste. ...8.2 voor de tweede. Heel goed. Ja, ze gaat zo rond die 80% uitkomen. Als ze nog één keer een sterke laatste AC-lijn kan rijden. En dan doet ze toch gewoon wat er van haar verwacht wordt. Het is een op- en top sportvrouw. Mentaal ijzersterk. Oh, dus moet wel iets meer naar voren blijven, die passage. Dit is goed. Hier moet ze pas naar de Piaf op de plek. IJzersterk, IJzersterk. Kijk, nou treedt hij nog even door hoor. Laat nog even zien wat hij in huis heeft. En dan passage. Kom. Ah, blijf wat lang hangen. Maar heel goed. 8.6 die Piaf. Ja. Oh, en dan wil hij stoppen. Ja, hou maar halt dan. Goed gereden. Echt goed gereden. IJzersterk. Wat een sportvrouw.